heb hier een melkveebedrijf met mijn schoonouders, Henk en Dini. We melken hier 120 melkkoeien met een 80 stuk jongvee. En vorig jaar 10 september zo begonnen in de nieuwe stal. Voorheen zag het uit, de jongveestal en de lichtboxstal naast elkaar. Daartussenin de melkstal en de wachtruimte. En dan mogen we eigenlijk in het begin 80 tot 90 koeien. Langzaamaan doorgegroeid naar een goede 100 en er zat eigenlijk de stal overvol. En toen moest ook de keus gemaakt worden of weer terug in aantallen of ruimte maken. En zodoende hebben we besloten hebben voor de nieuwe stal. De nieuwe stal die bestaat uit 120 boxen voor melkvee met 2 melkrobots ervoor. En achter die 120 boxen zitten er 40 boxen voor een deel droge koeien en een deel jongvee. Met een selectieruimte voor de KI en een backupstal. En daarnaast nog 2 strohokken voor de afkalfkoeien of probleemkoeien. Het belangrijkste wat ik vond is dat je als één iemand alleen redelijk makkelijk het werk moest kunnen doen. Dus ook het koeien omdrijven, het koeien bekappen, zukwerk. Daarbij arbeidsgemaak, welzijn voor de koe. Dus toch gekozen voor diepstrooi, zo ruimte, ruime opzet, licht, lucht. Ja, zo is het eigenlijk bij elkaar gezet. De koeien doen het er blijkbaar wel goed op. Ze zijn goed gestegen in de melk en ze lopen vlot op de robots. Tot nu toe dus nog geen dingen kunnen ontdekken waarvan ik zou zeggen dat moet anders. Maar goed, dat zal geheid nog voorkomen. Gehaltes zijn eigenlijk meer gestegen nog, wat ik ook niet had verwacht. Na overleg met Aard Vosman van ABZ kwam er dus toch achter dat door een hogere ruwvoeropname toch de gehaltes meer gestegen zijn omhoog. De gehaltes stonden bij ons altijd al een beetje onder druk. Maar die zijn nu toch redelijk positief meegestegen. Ook in cijfers uitdrukken we melk nou momenteel per koe 40 kilo per dag. Met gehaltes van 4,20 vet en 3,50 eiwit. Het doel op zich is wel een hoogproductieve veestapel, dat is wel, maar het is niet per se een streven. Het doel is gewoon een gezonde koe die het makkelijk en goed doet. Daar hoort in mijn ogen kan daar een hoge productie bij horen. Alle puntjes moeten gewoon op de i. Voeding moet kloppen, huisvesting moet kloppen, de klauw moet kloppen, het hele plaatje moet kloppen. En dan is het wel te halen. Normaal gesproken zijn we eigenlijk 100% zelfvoorzienend in eigen ruwvoer, maar door de 2 laatste zomers zijn we redelijk ingekrompen in ruwvoervoorraad. Vandaar dat we dit jaar voor het eerst persspul bijvoeren, wat we anders eigenlijk nooit hadden gedaan. We voeren wel jaren rond een kilootje of 4 bierbossen bij per koe, wat ons gewoon goed bevalt voor de klauwen en de gezondheid van de koe. En momenteel bestaat dus het rantsoen uit eerste snede, vierde snede is op stam gemaaid, nat, mais, bierbossen, persspul. En daarnaast lactograan en raapzaadschilfers van ABZ. Lactograan kwam een beetje nieuw in het programma bij ABZ. En daar zijn we vorig jaar mee begonnen toen onze maiskuil eigenlijk 2 maanden eerder op was door de droge zomer, zeg maar. En dat beviel eigenlijk zo goed dat we die productie doorgezet hebben. En eigenlijk omdat we het zo goed bevalt met de hoge productie om toch zoveel mogelijk energie in de koe te krijgen, hebben we hem er eigenlijk ingelaten. En het succes van de combinatie van raapzaadschilfers met lactograan samen pakt voor ons uit in een snel penseiwit in combinatie met een hoge energie. Waardoor dus de koeien met een hoge productie voldoende energie gevoed blijven krijgen en door de penseiwit voldoende lopen op de melkrobot. We voeren in de melkrobot een 2 kilo brok zeg maar, in het algemeen voor alle koeien en een max van 8 kilo brok, productiebrok. Voor de hoogproductieve dieren. We voeren gemengd met een mengwagen, een 20 kuus mengwagen van Triolit. Ik voer de melkkoeien iedere dag fris, elke ochtend om 1:00 of 8:00. En de droge koeien en de jongveegroep voer ik één keer in de 2 dagen. Ik vind het mooi dat ik dit samen met mijn schoonouders heb kunnen realiseren. En daar ben ik denk ik wel trots op, dat we dit met elkaar hebben kunnen doen. Ik denk dat het bedrijf al in balans is, want 120 koeien om 60 hectare. Dus je kunt het redelijk rondzetten qua mest en voer. Het ene jaar zal er iets mest weg moeten, het andere jaar moet er iets voer bij komen, maar dat zijn allemaal kleine hoeveelheden. Dus ik denk dat het bedrijf redelijk in balans is en dat wil ik ook graag zo houden. Dus meer grond is welkom, meer koeien hoeft er mij momenteel niet. Nee.